Goedemorgen allemaal. Het is weer een tijdje geleden dat ik een vlog heb gemaakt. En deze morgen wil ik weer iets van mijn fotografie laten zien. We zijn vanmorgen in Wierum, in het bovenste puntje van Friesland. Vanuit mijn vakantieadres ben ik hier naartoe gereden. Vanmorgen om 2:30 ging de wekker. En om 3:00 ben ik weggereden en ik was hier rond 5:00. Ik heb een rit van 2 uur achter de rug om dit plekje hier te gaan fotograferen. Een plekje wat al heel lang op mijn wensenlijstje stond, hier zo aan de rand van de Waddenzee. En ik hoop hier straks de zonsopkomst te gaan fotograferen. Nou, achter mij zie je al dat de lucht wat aan het kleuren is. En er is best wel wat bewolking, dus het wordt best wel een spannende ochtend. Als je gaat combineren met de lange tijdrit, het vroege opstaan. En dan moet alles wel goed op zijn plek vallen. Deze ochtend moest het gaan gebeuren. Ik heb van de week ook research gedaan. Ik heb gekeken naar de waterstanden in combinatie met de zonsopkomsttijd. En deze morgen moest dat bij elkaar komen. Dus ik ga straks fotograferen. Ik wacht even tot de zon wat meer zijn licht laat zien, zijn kleur. En dan neem ik jullie mee in het fotograferen van deze morgen. Hier zie je de compositie zoals ik hem genomen heb. De inleidende lijn die ik gebruikt heb, dat is eigenlijk de golfbreker hiervoor. De verweerde golfbreker. En die zie je hier aan deze kant. Ontzettend karakteristiek. De palen zijn ruw en verweerd. En aan de achterkant daar komt de zon op. Je ziet dat de bewolking wat openbreekt. Ik hoop dat dat dan de horizon ook gaat gebeuren. Het is nu 5:15. En als het goed is gaat 5:38, 5:39 de zon op. Ja, mijn ervaring is dat 20 minuten voor zonsopkomst, dat de kleuren dan eigenlijk het mooist zijn. Dat heeft te maken dat de zon aan de horizon is en tegen de wolken aan schijnt. Wat een hele belangrijke is, is dat je ook tijdens het fotograferen goed om je heen blijft kijken. Want als ik deze kant op kijk en ik zie hier straks de wolken, en dan zie ik hier het blauw en ik zie de wolken hier ook aan het kleuren gaan, zeg maar. Dus misschien dat ik straks toch nog overweeg om aan de andere kant van die palen te gaan staan en dat ik dan deze kant op gaan fotograferen. Dus het is een beetje afwachten wat de lucht gaat doen. En ondertussen geniet ik hier volop van de vogelgeluiden, van de geur van de zee en het ontwaken van de dag. Misschien net al gezien dat ik een nieuwe tool op mijn camera heb. Ik heb een MIOPS of MIOPS zoals je het noemen wil, Remote. En dit is een fantastisch ding. Wat kan je er eigenlijk allemaal mee op het moment dat je hem aansluit, hè, zoals je het hier kan zien, een 4 kabel aan je camera. En je zet hem aan, dan heb je gewoon verschillende opties.
Ondertussen wacht ik nog steeds op de zonsopkomst. Je ziet dat aan de horizon dat de kleuren toch wel wat verflauwen. Dus ik moet goed om me heen gaan kijken van welke opties dat ik heb. Nou, inmiddels is de tijd voorbij dat de zon op moest komen. Nou, je ziet het dat de bewolking echt de zon tegenhoudt. Het eiland wat je daar aan de overkant ziet liggen. Misschien voor jullie wat lastiger om te zien, maar wat ik wel zie liggen, waar je ook dat licht van de vuurtoren van kan zien. Dat ligt gewoon erg in de bewolking. Misschien wel een stuk zeemist. Maar daardoor blijft de bewolking hardnekkig. En de kleur van de zonsopkomst blijft wat achterwege. En hier zit toch nog wel het een en ander aan kleur. En dat betekent dus ook dat er wel wat opening in de wolkendek zit daar. En ik hoop dat straks daardoor toch de zon nog eventjes tevoorschijn komt. Dus ik blijf nog even wachten. Hopelijk komt straks het zonlicht tussen de bewolking door. En hebben we alsnog een hele mooie zonsopkomst. We wachten het even af. Nou, zoals jullie zien lijkt er wat kleur te ontstaan. Rondom dat gat zie ik dat de bewolking wat feller gekleurd wordt. Wat zou kunnen inhouden dat daar straks de zon doorheen gaat schijnen. Dus ik voel de spanning een beetje stijgen. Hopelijk komt de zon er inderdaad door. Ik zie ook op het pad. Dan zie ik al wat licht ontstaan. En hopelijk zijn we niet voor niks geweest. En dat is wel een tip die ik jullie mee wil geven. Ook al denk je dat het niks gaat worden, blijf toch nog even staan. Zeker nog wel een half uur. Om te kijken of wat er gaat gebeuren, zeg maar. Want het zou heel vervelend zijn als je nu in de auto zit terug naar huis. Terwijl dat je straks ziet dat het zonlicht toch nog ontzettend mooi gaat worden. Dus we wachten nog even af. En hopelijk gaan we zo weer een mooie zon, een zonneschijn krijgen over het wat. Dus daar komt de zon. Je ziet daar een wat felle lichtpuntje. Die gaat straks, als het goed is, precies door dat streepje heen fotograferen. Dus ik heb niet heel veel tijd. Ik ga even mijn instellingen goed zetten. Even mijn compositie nog het laatste keer checken. Alles klaarleggen. En ik hoop straks echt een fantastisch zonlicht te gaan krijgen. Hier doe je het voor. Hopelijk kleurt straks de wolken nog net even wat meer mee. Maar hier ben ik al gezien de omstandigheden echt al blij mee. Ik ben niet voor niks 2 uur gaan rijden. 2:30 mijn bed uit. En uiteindelijk toch nog deze shot kunnen maken. Dus ik zou zeggen, gezien de omstandigheden echt geslaagd. De andere locatie. En wat ik hier zo mooi vind is die grillige plekken, zeg maar. Met nog de gras erop. En je ziet ook gewoon dat het water gewoon een mooie eruit gesneden is gemaakt heeft. Waardoor het er heel grillig uitziet.
op de achtergrond echt nog fantastisch licht. Even weer in te zoomen. Er zitten nog wat zonneharplichten doorheen komen. Ja, het is gewoon fantastisch. En ook nu nog steeds al die vogelgeluiden. Echt schitterend om zo je dag te beginnen. En ik geniet hier volop met fotograferen. Nou, dit is mijn compositie geworden. Je ziet de inleidende lijn eigenlijk vanuit de linkeronderhoek door die grillige kader. De fantastische lucht erboven. Ik heb dit een HDR hier gemaakt. Vanwege de toch wel wat contrasten in de lucht. En die hoop ik straks in Lightroom hoop ik dat aan elkaar vast te maken. Nou, ik ga nog even verder. En geniet toch even verder van de video. De zon is een uur op. En je merkt ook dat hij een stukje filler wordt. Ik kijk er nu ook tegenin. Ik begin al te knijpen met mijn ogen. Dus dat betekent dat ik hier een beetje af ga breken. Mijn laatste foto's ga ik maken. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je er wat van meegekregen hebt. Dat je er wat van opgestoken hebt. Geniet nog van de resultaten die ik deze morgen gemaakt heb. Ik zit inmiddels in de auto en ik heb nog een kleine 2 uur rijden voor de boeg. Dus ik ga weer richting mijn vakantieadres en genieten jullie ondertussen nog lekker verder van de resultaten van deze morgen. Ik hoop dat je hebt genoten van de resultaten van deze morgen. Het was in ieder geval voor mij een feest om vanmorgen te kunnen fotograferen en deze foto's te kunnen bewerken. Ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken van deze video. En ik hoop je weer te zien bij een volgende video.